Bruls. Die Menike in punt. Bruls met deze bal. Halve 45 op Abrahams. Opgevangen de Waal. Heeft een goed schot. De Waal trapt hem binnen. Ja, het staat 1-0. Gil de Waal voor Westerlo. Dat was een uitstekend begin voor Peters en de zijnen. Bruls. En Abrahams goed in één tijd voor van 1-0. Abrahams met deze bal vanuit het niks. En Davino Bruls, ja, laat daar zien dat hij nog altijd een hele goede, betrouwbare doelman is. Van 1-0. Nog eens in één keer voor de goal. Daar is zomaar de kopbal. En ja, uiteraard, als je die zo vrij laat koppen, dan zegt Noël Souma, ja, dat wil ik wel aannemen. De Bogaert nog maar eens. Met Abrahams, kijk eens, beste combinatie. Dat is van de Bogaert voor Zet. Ja, die kon er niet tegen geplant worden. De Waal kan wel oppikken. Niet gedaan van 1-0. En daar is Remmer. En dan gaat hij binnen. Nee. Wat een kans. De herkansing nog. In de halve rebound, zeg maar. In de handen in het Deense haar van Remmer. Ex-FC Kopenhagen. Net als Vitor Kele natuurlijk. Amano. Het is moeilijk voor Saito, want het is wat diep. Oeh, Saito pakt dan reserve mee. En dat wordt een kaart. En de nul heeft hem de geel. Bizet. Ik zou liever een andere kleur zien. Hij is wat enthousiast, wat overenthousiast. Om zich nog bij die bal te knokken. En dan wat beter zien. Hij is wat diep. Alleen dan is Uzer er zeker eerder bij. En dan gooit hij dat lijf en die benen vooruit. En dan is dat toch heel gevaarlijk. En dan mag hij niet klagen. Said. Peters communiceert met Vitor Kele. Die moet loskomen, die moet lopen.